Morgen is daar hebben mensen een keus gemaakt om gedoopt te worden. Wauw. En dat is een geestelijke beslissing. Geestelijke keus. Dat is een keus die in het natuurlijke maakt. Want wat gebeurt er hier? Hier gebeurt het dat je eventjes onder water gaat en opstaat. Nou, veel mensen die gaan zwemmen, die doen dat heel vaak. Maar dit is iets anders. Dit heeft ook een geestelijke betekenis. Want dit is een opdracht van Jezus. En als je iets in opdracht van Jezus zelf doet, dan gebeurt er een geweldige zegen. Dan is daar een geweldige zegen, want je luistert naar hem en antwoordt op wat hij vraagt. Weet je dat Jezus ook zo leefde? Jezus deed alleen wat de Vader van hem vroeg. En in het natuurlijke nu, achteraf, door de brieven te lezen, door alles wat wij weten we waarom hij het heeft gedaan. Maar de mensen die in de tijd van Jezus leefden, begrepen er niks van. Inclusief zijn leerlingen begrepen het nog niet. Ze begrepen het niet, want ze vonden het heel raar. Ze dachten, oh, Jezus gaat ons vast, het Romeinse Rijk, wat toen overheerste, gaat hij vast zorgen dat ze er niet meer zijn. En dan worden wij samen met hem, hij de president, wij ministers of zo, weet je. Dan kunnen wij mooi, dan gaat het anders worden. Maar dat was zijn bedoeling niet. Hij kwam om een geestelijk rijk te bouwen. En de gehoorzaamheid van Jezus maakt dat wij voor altijd bij hem kunnen zijn. Maakt dat hij de zonde van de hele wereld op zich heeft genomen. En dat is een geestelijke barrière om bij God te komen. Dat was de grootste barrière die de mens had om bij God te komen. En die heeft Jezus weggenomen. Die heeft Jezus overwonnen. En nu kunnen we zomaar bij de Vader komen. En veel mensen zien dat niet, omdat het geestelijk is. Maar God wil onze ogen openen voor die keus. En ik wil met jullie een stukje gaan lezen uit 2 Korinthe 5, vers 14 tot en met 18. Want we zijn gegrepen door de liefde van Christus. Omdat wij hebben ingezien dat één mens gestorven is voor allen. En daaruit volgt dat allen zijn gestorven. Je zou het een beetje kunnen voorstellen, je gaat met een paar mensen uit eten. Natuurlijk, voorbeeld gaat mank, maar. En één iemand zegt op een gegeven moment, ik betaal alles voor jullie. Heerlijk gegeten, weet je. En één zegt, ik betaal alles, ik betaal het. Dan heb je in principe, heeft iedereen betaald. Alleen één iemand heeft het zijn geld gekost. Maar in feite zegt ze niet bij de kassa van, alleen die meneer heeft betaald. Nee, alles, de hele rekening is betaald voor iedereen. Iedereen heeft gegeten en iedereen is uitgenodigd. Alleen één heeft betaald. Nou, Jezus heeft de zonde van de hele wereld op zich genomen. Alle schuld, alle ellende, alles wat scheiding maakte, de dood die we allemaal verdiend hadden, heeft hij op zich genomen. En hij heeft betaald voor iedereen. Hij heeft betaald voor iedereen. Dat betekent, wat je wel moet doen, je moet wel met hem naar het restaurant gaan. Je bent uitgenodigd, maar je moet wel meegaan. Dus er is wel een stap die wij moeten nemen om mee te gaan met hem. En dan zegt Jezus, ik heb de schuld ook voor jou betaald. En daarom is dat iets heel persoonlijks. Zodra iemand zegt, yes, Jezus, kom in mijn hart. En dat kun je doen als jong kind. Je kunt het doen als middelbare leeftijd, wat ouder. Elke leeftijd kan je dat doen, want het is iets geestelijks. Dan kun je opnieuw beginnen. Weet je, en dat vind ik zo mooi. Als mensen dat doen, God is zo blij daarmee. God is zo blij met jullie, met de keuze die jullie maken op dit moment om gedoopt te worden. En dan staat er verder, hij stierf voor allen met de bedoeling dat zij die leven, niet langer voor zichzelf leven, maar voor hem die voor hen is gestorven en door God is opgewekt. Vandaar dat we van nu af aan niemand beoordelen naar menselijke maatstaven. Ook al hebben we vroeger Christus gezien vanuit menselijk standpunt, nu is dat niet meer het geval. Dus er is een geestelijke wereld
En God, eigenlijk zegt Paulus hier, schrijver van de Korintherbrief, zegt ook van, ik wil dat jullie niet meer gaan kijken naar het natuurlijke. Want wat Jezus had gedaan in het natuurlijke, was in deze wereld geleefd. Een voorbeeld was hij voor iedereen. Was een voorbeeld hoe hij mensen genas, hoe hij de liefde van de Vader liet zien. En hij ging naar het kruis om te sterven. Dat zagen de mensen. De mensen zagen gewoon dat er een man was die gekruisigd werd, die gegeeseld werd, die eerst heel veel goede dingen deed, maar die dan toch door de godsdienstige leiders, die zagen hem als een tegenstander, ze zagen hem als een concurrent, zou het waren, want hij werd heel populair. En eigenlijk wilden die godsdienstige leiders zelf heel erg populair zijn. Maar Jezus werd steeds populairder en toen zeiden ze, joh, laten we hem uit de weg ruimen, want dit gaat niet goed. Wij gaan onze macht misschien verliezen. Hij krijgt misschien meer invloed dan wij. Dat moeten we niet hebben. Ze moeten wel naar ons luisteren, mensen. Alles heeft te maken vaak met macht, geld, van al die andere dingen. Maar zij zagen dat en dus ze gingen hem uit de weg ruimen. En ze lieten dat doen door de Romeinen. Hij werd gekruisigd. Dat zien wij. Maar het plan wat in de geestelijke wereld was, dat begrepen ze niet. Maar wat was nou Gods plan? Gods plan wist van elk mens heeft de doodstraf verdiend. Elk mens moet kopje ondergaan. Elk mens heeft de doodstraf verdiend. Maar wat ik ga doen, zegt de Vader, ik ga mijn zoon zenden. En mijn zoon ga ik naar deze wereld zenden. Hij gaat mens worden. En hij zal de enige mens zijn die nooit gezondigd heeft. En die dus niet hoeft te sterven. Jezus hoeft dus niet te sterven. Want hij had geen zonde gedaan. Hij leefde zonder zonde. Hij was de enige mens die niet hoefde te sterven. Adam en Eva waren ook zonder zonde, maar zij zondigden en daardoor kwam de doodstraf in de wereld. Maar Jezus was de enige mens die niet hoefde te sterven. En wat deed hij? Daarom kon hij ook de straf op zich nemen. Daarom kon hij straf voor ons allemaal op zich nemen. Want stel je voor dat je 10 mensen tot ze gevangenisstraf krijgen, ja, dan kan niet één zeggen van nou, straf mij maar in plaats van die ander, want die heeft het ook verdiend. We hebben het allemaal verdiend. Maar Jezus was zonder zonde en die ging dus, en Jezus in de geestelijke wereld heeft hij daardoor de straf gedragen van de hele mensheid en heeft hij bewerkt dat iedereen vrij kan worden en weer een relatie met de hemelse Vader kan opbouwen. God wil een relatie met iedereen hebben. Maar God is heilig, volmaakt en hij kan dat niet hebben met de zonde. God heeft geen enkele relatie met duisternis. En ik zeg je misschien, ja, maar wij zijn ook niet helemaal perfect nog. Nee, maar God ziet ons in Jezus. Elke keer als wij voor hem hebben gekozen, elke keer als wij het verkeerd doen, dan zegt God van, maar Jezus heeft daarvoor betaald. Jezus heeft ervoor betaald. Je mag nog steeds mijn kind zijn en helemaal bij me komen. Wauw. Je mag nog steeds bij mij zijn en van mij zijn. Want je bent voor altijd mijn kind. Wauw, dat is iets geweldigs. Hè? Dus dan staat er in 2 Korinther 5. We beoordelen dus niemand meer. We moeten dus mensen leren gaan kijken van het geestelijke ogen gaan kijken naar de mensen. In de tijd van Jezus deden ze dat niet. Ze zagen alleen maar naar Jezus. Oh, hij doet meer wonderen. Oh, hij doet wonderen op een Sabbat. Weet je, op een zondag. Nou, dat mag niet. Kun je niet op andere dagen doen. Ze waren bezig met hun regels. En ze zagen nog genees dat Jezus liefde had voor mensen. En dat hij zag iemand die genezing nodig had. En zei, oh joh, mijn hart gaat eruit. Ik wil hem genezen. Ze waren meer bezorgd om de regels, weet je. Van iets van, doet hij het wel goed? Doet hij wel precies op de manier zoals wij denken? Doet hij het wel volgens de regels? Doet hij wel dat of dat allemaal? Maar de liefde stroomt. Liefde stroomt. De liefde van God wil mensen hard raken. En regels zijn er niet. Regels zijn om de dingen te ondersteunen. De waarheid te ondersteunen. Natuurlijk, je moet soms dingen organiseren. Het is belangrijk dat er. Maar het mag nooit een nadruk krijgen. God heeft de wet daarom ook in ons hart geschreven. En niet meer op de buitenkant, maar van binnenuit werkt God. Dat is heel mooi. En dan zegt hij. Want wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dus wanneer we in Jezus geloven, worden we als het ware een nieuwe schepping. Een hele nieuwe schepping. In Christus. En dat alles
is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de prediking van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn helemaal weer één geworden met God. Geestelijk. En daarom is dit een stap, als je gedoopt wordt, dan is het als het ware dat je zegt, ja, ik geloof dat ik met Jezus gestorven ben. Ik geloof dat hij voor mij gestorven is. Dus omdat hij voor mij gestorven is, is het net alsof ik gestorven ben. Maar ik hoef de pijn er niet van te lijden, want hij heeft het voor mij gedaan. Dus ik mag het, en nu ik opsta, straks uit het water komt, mag ik het nieuwe leven leiden voor altijd met hem. En dat nieuwe leven, dat is een leven vol van kracht, vol van vrucht, vol van Gods geest. Dat is het leven wat we met hem beleven. Dat is een leven wat geleid wordt door de geest. We kunnen hem weer Abba Vader noemen. We mogen met alles bij hem komen. Hij is onze kracht, hij is onze wijsheid. We mogen leven vanuit die relatie met hem en dat verder gaan ontwikkelen. Er is geen enkele belemmering meer. Alle veroordeling is weggenomen. We zijn kinderen geworden, we zijn niet meer slaven, die altijd moeten denken van, als je werknemer bent, is mijn baas wel tevreden over me, is niet tevreden over me, word ik misschien ontslagen, moet ik misschien nog meer bewerken. Nee, je bent zoon, je bent erfgenaam. Je mag zomaar in het huis van de Vader zijn. En dit is zo'n geweldige keus voor je. Nou, dat feest dat vieren we vanochtend. Dat hebben Connie en Joy besloten om te zeggen, yes. Dat gaan we doen. We willen voor hem leven. Dat is toch geweldig. Dat is toch een geweldig feest, hè? Nou, dat feest gaan we vanmorgen vieren. En als ze dan opstaan uit het water, dan is daar die zekerheid van, oké, ik heb gedaan wat Jezus heeft gezegd, laat je dopen. Dus Jezus zegt, ik vraag weinig van jullie in deze wereld om te doen, maar dit is een van de dingen die ik vraag. Laat je dopen. En als je mij achter mij wil komen, dat is een stap in het natuurlijke, een stap in het geestelijke.